Dit man. Dit meen je niet. Dit is insane. Ik heb niet één van. Moet ik aan? Echt niet waar. Gaan we iets heel erg gaafs doen, dat heb ik al een paar keer gezegd uiteraard. Vandaag gaan we echt wat gaafs doen. Je ziet het op de achtergrond, we zijn op Spa. Er rijden hier heel veel vette auto's. En het is tijd voor mijn allereerste rondje op het magische circuit van Spa, Francorchamps. Enige probleem. We zijn waarschijnlijk niet de snelste. Komend weekend is het World Challenge. Ik denk er niet één van. Moederkant, echt niet normaal. En hier gaan we er tussen rijden. We zijn uitgenodigd op de Simons Driving Events. Voor ons eerste rondje op Spa. We gaan de hele dag rijden, we gaan de hele dag vlammen. We gaan ook vanavond nog rijden, dan is het iets rustiger. Maar ja, we zien het. Help je erbij. Vlammen. Mark, geef jij even samenvatting van alles wat hier gebeurt. Ik geef even een samenvatting. We rijden en dan de GT3 RS voorbij. We zien een 812, we zien de GT2 RS. Je bent nu die Hurricane Evo alweer vergeten. Hurricane Evo, ja. sorry. 812, Donkervoort, Lotus. Check dit. Deze GT2 RS. Precies dezelfde spec als de auto die ik mocht rijden. Wat vet, man. Wat een ding, hé. Wij denken, oh, nog een GT3. Ja. Oh, nee. What the fuck is dit dan? Holy shit, en dan vergeten we wederom mijn performanten. Dit, man. Dit meen je niet. Dit is insane. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Staat er ook heel relaxed. Mensen, ik heb echt nooit zoiets meegemaakt aan opkomst als dit. Normale race evenementen komen er al speciale auto's. Maar dit, wat hier allemaal staat, daar heb ik het niet eens over de raceauto's alleen. Daar rijden we niet tussen. Veel GT3's nu aan het testen voor komend weekend. Wij rijden zo met onze auto erachter. Kan met GTS. Super dik. Maar wat hier allemaal staat, is echt niet normaal. Prachtig. Ik heb al zoveel verschillende helmen op gehad, dat is echt top. Lekker man. Ik ben zo benieuwd, ik heb denk ik echt al... Hoeveel rondjes hebben we op de sip gereden? Ik zei het net, ik denk echt wel tegen de 1000 aan misschien, ja, ondertussen. Ja, ik denk misschien wel meer. Als er één circuit moet zijn wat ik van de sim goed ken, is het Spa. Als het goed is wel.
autolief hebben, je moet het gewoon een keer op je lijstje hebben, maar dat moet je gewoon een keer afvinken. Niet alleen hier komen, natuurlijk race kijken is vet. Al doe je dit met een up, al doe je dit zo, ik hoop wel dat je boven komt met een up. Wereld, niet doen. Man, gaat ook reizen meteen. Eerste keer circuitervaring opdoen. En wat gaat hij doen? Op Spa, jongens. Ben je al zenuwachtig? Ik niet. Nee? Weet je zeker? Ja. Ja, hè? Wel. De eerste keer dat jij zo meteen een rouge omhoog gaat. Je denkt echt van holy shit, ik had niet verwacht dat dit zo hoog was. Nee, dat geloof ik. Dat is bizar. Dit is de eerste keer compressie nubbegring. Dat gevoel, maar dan omhoog. En dan krijg je een knik. En dan heb je geen idee waar je heen moet eigenlijk. Nu doen we het zo vet. Next level, jongen. Echt niet normaal. Nou, we hebben net de eerste rondjes mogen ervaren. Onwijs ziek. Niet normaal. De eerste keer dat je door Rouge heen gaat. Echt super ziek. Zometeen neem ik jullie uiteraard mee voor een rondje. Maar even terug in de pitstraat. Want hier staat nu 1, 2 keer een 26R. Wat het zieke van deze auto is. Deze auto wordt dus geleverd gewoon met circuitband. Je ziet het hier ook inderdaad. Momenteel de semis eronder. Maar als ik het goed zeg. Dit kan ook op slicks. Hij is gewoon zo gekomen. Je ziet het, er zit een kenteken op. Dit is een straatauto. McLaren bucket seats. Ik weet niet of je dit kan zien. Chanel tasje erin van het rietje. Helemaal top. Maar kijk eens, wat een ding. Hè. Wow. Dit is echt wel een apparaat hoor. Dit lijkt me zo vet. En ik weet toevallig dat er een tweede koop staat. Ik ga ze allebei waarschijnlijk niet betalen. Gelimiteerde serie. Maar wauw. Dit is echt sick. Dit is echt een van mijn favoriete supercars van het moment. Dit is niet eens mijn supercar natuurlijk, maar... Wauw, wat een apparaat.
zeggen, hebben wij een soort van uitvinding gedaan. Ik hoop dat jullie het een soort van kunnen zien, maar kijk even wat er op dit asfalt zit. Heeft iemand een idee waarom dit asfalt zo onwijs ruw eruit ziet? Het is dus asfalt met een soort van plastic ertussen. Ik heb geen idee waarvoor dit is, maar... Dit ziet er zo onwijs eruit uit. Indrukwekkend. Je weet niet eens wat je moet zeggen. Nee. Dat heb ik niet vaak. Nee. Eerste keer Eau Rouge is echt bizar. Het is zo... Je zei net al, de eerste knik denk je, oké, okay, ja, nou, die kan, sleep het remmetje. En dan zit je van, waar is de rest van het circuit? Ja, maar oké. Okay. Net alsof je van de aardbol verdwijnt of zo. Ja, zo dat je dan links over het hobbeltje gaat, dat je denkt, hier moet ergens een hobbeltje zitten. Ja, dan hoor je je microfoon rechtdoor. Ja. Ik zie geen rechtdoor. Ja, nee. Indrukwekkend. Heerlijk. Zo, en zo zit onze dag er alweer op, jongens. Wat een ervaring. Dit was zo onwijs gaaf. En ik heb het al een paar keer gezegd. En ik denk dat jullie de glimlach op mijn gezicht wel konden zien dat het een fantastische dag was. Wauw, jongens. Dit moet je gewoon een keertje doen. Als je autoliefhebber bent, rijden op Spa. Dit is gewoon helemaal shit. De dag was op zijn einde. Jullie zien het. De zon gaat niet zakken. En daarom de Super Trofeo's komen weer binnen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Geniet te liken, geniet te abonneren. En uiteraard zie je weer heel erg snel. Hasselen.